Op steenworp afstand van het Assito Stadion staan wij nu in de topsporthal van de ISPA. En hier is het rolstoelvoetbal en vandaag de officiële ondertekening van de contracten. Ja, we hebben zo'n 10 deelnemers nu. En ze zijn nu officieel lid geworden van Heracles. Ja, die zijn een jaar geleden zijn we begonnen. En nou, dat was eigenlijk een beetje uitproberen. Is er animo voor? Nou, dat blijkt een groot succes. Er zijn heel veel kinderen, jongeren die een beperking hebben. Dat kan, of ze zitten al in een rolstoel of energie. Dat ze iets met hun energie hebben. En niet met gewoon voetbal mee kunnen doen. En nu officieel lid van Heracles. Nou, volgens mij moet dat na een jaar lang heel hard, ja, ik zou bijna zeggen vechten, strijden, toch wel een hele mooie kroon om het werk zijn, of niet? Ja, dit is fantastisch. En hè, dat, je doet het voor de kinderen, dat zij echt ergens bij horen, dat ze onderdeel zijn van een club. Ja, zij worden daar zo blij van. Ze voelen zich echt te voetballen nu. En wat eerst niet mogelijk was, dat kan nu wel. Of überhaupt de sport, fantastisch. Nou, hartstikke mooi. Dan wil ik je heel erg feliciteren met deze ontzettend mooie mijlpaal. En maak er iets heel moois van. Ja, zeker. Dankjewel. Nou ben ik hier bij Heracles. Maar wat is er nou net eigenlijk gebeurd? Net gingen we een contract schrijven. Een contract schrijven? En waarvoor heb jij een contract gekregen dan? Voor Heracles Almelo te voetballen. Zo, dat is wel heel stoer. En het voetballen, doe jij dat gewoon? Hoe doe jij dat? Want ik zie dat je in een rolstoel zit. Daar hebben we elektrische rolstoelen voor. Elektrisch rolstoelvoetbal stoelen. En dan ga ik daarin en dan ga ik daarin voetballen. Nou, hartstikke mooi. Hey, mag ik jou heel erg feliciteren met je contract? En ga je er iets heel moois van maken het komend seizoen? Ja, heel erg. Ja. Top, gefeliciteerd. En kun je mij vertellen wat voor contract het is? Dat je lid wordt. Dat je lid wordt van de voetbal, denk ik, of niet? En ben jij nu dan ook een echte professionele voetballer? Ja. En wat is er zo bijzonder aan het voetballen wat jij doet? Weet ik niet. Nou, ben je er trots op? Nou, hartstikke goed. Hey, gefeliciteerd, hè? Wij hebben contractondertekening gegaan van het Heracles elektrisch rolstoelvoetbalteam. Derde team in Nederland, of de derde club in Nederland die het elektrisch rolstoelvoetbal omarmt. Een jaar lang keihard voor gestreden, inmiddels een pilot. Geld ingezameld, deelnemers geworven. Een jaar lang keihard alwezen trainen hier in het topsporthal. En vandaag officieel bewerkstelligd en rondgemaakt met een mooi Heracles contract. En doordat wij dat nu ook een team hebben, kunnen wij een landelijke competitie opstarten met die twee partijen. En dan spelen we met z'n drieën gewoon een paar keer tegen elkaar. Waardoor voor het eerst in Nederland een elektrisch rolstoelvoetbal competitie is. En dan ook nog eens een keer met Heracles, PSV en NEC. Nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi. En stel dat de mensen nu kijken en denken van, ik zou dat ook wel willen. Kunnen ze nog mensen gebruiken hier bij de rolstoelvoetbal? We kunnen altijd mensen gebruiken. We trainen om de twee weken hier in de topsporthal. Onder leiding van twee toptrainers, al zeg ik het zelf. Er komt een lading stoelen, elektrische rolstoelen komt eraan. Dus dat betekent dat wij meer deelnemers ook weer kunnen toelaten hier. Het is officieel ondergeborgen bij de Heracles Futsal, dus echt bij een vereniging. Dus op het moment dat iemand graag mee wil trainen of wil lid worden, dan kunnen ze altijd contact opnemen met Heracles Almelo. En wat betekent dit nou eigenlijk voor Heracles? Nou, trots. En ik moet zeggen, als ik de blije kinderen heb gezien net, de trotsheid straalde ook van hen af. De blijdschap, het plezier wat ze hebben. Nou, voor ons hartstikke mooi dat we een stap kunnen maken dat wij naar NEC en PSV toch het derde voetbalteam kunnen hebben. En het is mooi dat wij dat initiatief ook omarmen en dat er dus nu drie clubs zijn die dat doen. En dan is het hartstikke leuk dat je inderdaad een landelijke competitie kan spelen. Ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk nog wat meer teams bijkomen, al maakt de kans op landskampioenschap natuurlijk wel wat groter met drie. Dat is absoluut zo. Hey, hartstikke mooi dat Heracles dit doet en bedankt